Ja, en de grote hit, Toes, van het Limbo-project. En het komt allemaal uit Roggel. Om precies te zien, vandoor. Ik zeg altijd, het Limbo-project is een zolderkamertje-project van Roger van Zundert, maar netjes met de waarheid, gewoon een studio. Kom maar kijken. Hey, hallo. Ha. Hallo. Voor Toes heet het, Roger van Zundert, producer, maker, Esther Snijders, zangeres. Wie ging er ook alweer? Wat is het nou? Nou, of ik dat weet. Ja, he? Doe eens een stuk. Ik ben even... Vult nog wie toes, als ik kijk naar dat hoes. Als ik loop over straat, niet te beschrijven kijk het weer kwart. Wat denk je nu, Esther, dat u echt weer? Ja, luister, Esther kon in dat tijd ook dat nummer inzingen. En Esther, ja, altijd heel onzeker met inzingen van, is dit wel goed? Dit was dus een one-taker. Het heeft hem één keer ingezongen. En ik heb voor de tweede keer, denk ik, laat hem maar inzingen. Maar de one-taker, en dat huurt ze dus nu ook weer. Ik zie in gedachten, alles zo klaar, alsof ik te gisteren nog was. Ik huurde het nummer in de auto. Ik ga een cd. Want dat is een cover, hè? Dat is een cover van John Hyatt. Maar de versie van Ilse de Lange op de cd Dear John. Is toen een versie. En ik weet nog dat ik werkte toen in een panningcabinebedrijf. Ik was klaar met werken. Ik zat het nummer aan. En dan zag ik van, wat een chic nummer. En ik heb op een gegeven moment op weg naar huis toe, viel me de beurt in. Ik ben geleakt om in toen nog zolderstudio gegaan. En toen heb ik het nummer eigenlijk achter elkaar op papier gezet. Hè. De straat is er nog, de mensen niet meer, het is alles en eigenlijk raar. Ik koos Roger dus al even, omdat ik het tweede stemma in haar gezongen bijzonder kloor. Nou, en nu de lied, om dat te mogen zingen, nou, dat vond ik toch wel erg leuk om te mogen doen. Goed speelde met vriendjes, boete. Het gaat eigenlijk over mijn eigen jeugd. Ik zie mezelf inderdaad door de straat lopen. Het huis waar ik opgegroeid ben, ja, waar ik op straat gespeeld heb, hoe leef en leid zijn gedeeld. Dus alles wat in die tekst komt. Ja. Als ik denk aan die jaren, wat al is gebeurd, hoe leef je en lijd is gedeeld. Ik denk dat heel veel mensen zich in die tekst kunnen vingen. En dat heb ik dus, haai ik ook eigenlijk direct dus. En daarbij is het gewoon een heerlijk nummer om te zingen. Die melodie is, ja, dat is gewoon, ja, fijn. Dat hoes is een deel van mijn leven, mijn jeugd. Het liedje naar als in het gedaan. Het is de zuurste reactie. Ik weet nog dat we een theater zongen in Wiert. En dan zei ze natuurlijk in theater, het is duister, dus de zuurste mensen niet. Maar ik heb de eerste week geconfronteerd aan het spelen. En ik kijk de zaal in. Nou, tranen. Mensen die het dus echt aan het genieten zijn van de muziek, die de tekst helemaal in zich opnemen. Maar ik kreeg ook sinds het uitbrengen mailtjes uit Australië, Canada, Nieuw-Zeeland. Mensen die weer even in Limburg zijn. Toes. Als ik en hoe dat toestuit in de Limburgse honderd, dat weten we op eenmaal van zaken.